Rond 1600 vonden in Zeeland wetenschappelijke ontwikkelingen plaats. Met name in Middelburg, waar hoogstwaarschijnlijk de telescoop werd uitgevonden. Nou, hier is hij dan. De kijker die bekend staat als de kijker van Zacharias Janssen. In de 19e eeuw dacht men dat het een microscoop was. En inmiddels weten we dat het geen microscoop is, maar een onderdeel van een telescoop. En hij is ook gemaakt in de tweede helft van de 17e eeuw en kan dus ook niet door Zacharias Janssen gemaakt zijn. Maar het is natuurlijk een heel mooi verhaal en het is wel de oudste kijker die we hier in Zeeland hebben. De uitvinding van de telescoop staat symbool voor de rol die Zeeland speelde tijdens de wetenschappelijke omwenteling die rond 1600 in Europa plaatsvond. Ideeën uit de oudheid en het christendom maakten plaats voor moderne wetenschappelijke theorieën, mede dankzij een aantal belangrijke technische uitvindingen. In Zeeland, en met name Middelburg, voerden handelsschepen uit alle windstreken nieuwe kennis en uitheemse voorwerpen aan. Dat schiep natuurlijk een gunstig klimaat. Je moet niet vergeten dat in die periode er ook nogal wat mensen uit het zuiden, uit het huidige Vlaanderen, naar het noorden vluchtten, naar Middelburg. Die namen hun kennis, hun know-how mee. Dat waren mensen op het gebied van cultuur en wetenschap. En dat alles bij elkaar maakte dat Middelburg gewoon een hele goede plek werd voor de ontwikkeling van kunsten en wetenschappen. Vroeger, en dan moet je denken aan de middeleeuwse periode, maar ook wel later, werden huizen tegen de kerken aangebouwd. Nou, dat was hier in Middelburg ook het geval. Ze zijn inmiddels verdwenen, maar hier stonden ooit woonhuizen en ook werkplaatsen. En het leuke is dat er twee concurrenten, twee conculega's zouden we tegenwoordig zeggen, hier woonden. En dat waren Hans Lieperhey, of Liepershey, en Zacharias Janssen. Het waren brillenmakers, ze slepen lenzen en één van twee zou de telescoop hebben uitgevonden. Ja, wie het is weten we niet zeker, maar hier staat op deze 19e eeuwse steen, tegen deze muur stond het huis van Zacharias Janssen, uitvinder der verrekijkers in den jaren 1610. Maar of die het ook echt is? Daar wordt al eeuwenlang over gediscussieerd. Was het Janssen, zijn buurman Lieperhey, of komt de uitvinding toch uit Italië? Duidelijk is in ieder geval dat Hans Lieperhey de kijker in 1608 officieel presenteerde aan prins Maurits in Den Haag. En prins Maurits was erg onder de indruk van de prestaties van de kijker. Want hij kon heel goed de gebrandschilderde ramen van Delft en van Leiden zien. En vanaf dat moment kun je eigenlijk zeggen, is de kijker als bruikbaar instrument de wereld ingegaan. De kijker van Lieperhey werd vooral gebruikt voor militaire doeleinden en in de scheepvaart. Na de demonstratie in Den Haag ging de telescoop, hoewel het woord telescoop nog niet bestond, in het begin heette het een instrument om verre te zien, ging Europa in. Uiteindelijk kwam het verhaal terecht bij Galileo Galilei in Italië. En hij hoorde van de kijker en hij dacht, dat kan ik beter. Hij maakte er een, ik heb hier een replica. En in plaats van naar de vijand, ging hij ermee naar de sterrenhemel kijken. En dat was een enorme revolutie, want hij leverde voor het eerst bewijzen dat niet de zon rond de aarde draait, maar de aarde rond de zon. Met dit soort nieuwe instrumenten konden geleerden dus nu eigen waarnemingen doen. Kennis moest beredeneerd en berekend worden. Dit vond ook de bekendste wetenschapper van Zeeland in die tijd, Isaac Beeckman. Ik denk dat je wel kunt stellen dat Beeckman een van de belangrijkste wetenschappers in de 17e eeuw in Zeeland was. Helaas is die inmiddels wat vergeten geraakt, maar zijn vermoedelijke geboortehuis, dat hebben we nog steeds. En dat staat hier aan de Varkensmarkt in Middelburg. Het is een gebouw waar nu een Chinees restaurant in zit. Beeckman was een natuurkundige. Hij wilde echt proefondervindelijk dingen bewijzen. Hij praatte met ambachtslieden, hij onderzocht dingen. Het was een echte wetenschapper. Maar omdat hij geen boeken geschreven heeft hij eigenlijk weinig nagelaten. Er is correspondentie, hij correspondeerde met mensen als Descartes. En in 1905 is zijn journaal uitgegeven, dus lang na zijn dood zijn zijn bevindingen uitgegeven. Hij was overigens een van de eerste die een weerstation maakte, weerwaarnemingen deed. Een mathematicus was het, hij hield zich bezig met wiskunde, was geïnteresseerd in telescopen en dat soort zaken. Kortom, een universele wetenschapper. Beeckman was dé personificatie van het wetenschappelijk klimaat in Middelburg.
Maar er waren natuurlijk meer belangrijke wetenschappers. Philippus Landsberger bijvoorbeeld was een van de eerste die systematische waarnemingen bijhield van de posities van de planeten. En Johannes Goedaert bestudeerde insecten en werd de grondlegger van de entomologie. Zeeland speelde een grote rol in de wetenschappelijke ontwikkelingen in Europa aan het begin van de 17e eeuw. En de uitvinding van de telescoop in Middelburg staat hiervoor symbool.